Hi en ongelooflijk leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuw webinar van Young Capital in samenwerking met de MT en Sprout. Voordat we van start gaan en langzaam samen met jou vele kijkers binnenkomen druppelen, ben ik altijd benieuwd waar je vandaag vandaan kijkt. Dus typ even in het chatvenster, waarschijnlijk ergens rechts onder in je scherm, waar je vandaag vandaan kijkt. Waar je zit, misschien thuis op kantoor, misschien zit je uit Utrecht, kom je uit Amsterdam. Kunnen we even kijken van waar vandaag alle kijkers vandaan komen. En dan kijk ik gelijk eventjes naar moderator Eveline. Krijgen we al antwoorden binnen? Er zit enige vertraging op de lijn. Ik heb nog geen antwoord binnengekregen. Oh, Veldhoven. Peter van der Kok Veldhoven. Uit Veldhoven. Ontzettend leuk. Welkom. Heel veel mensen zitten lekker thuis. Dat is goed. Amsterdam, Haarlem, Waalwijk. Op eigen kantoor is ook iemand. De Pool, Muiderberg, Nieuwegein, Nijmegen, Maastricht. Ja. Huizen, Breda, ik kan nog even doorgaan. We zitten all over the place. Welkom en ontzettend leuk jullie kijken. Wij zitten hier vandaag live vanaf het hoofdkantoor van Young Capital in Hoofddorp. De coronacrisis die biedt ongelooflijk veel uitdagingen. Maar crisis is ook altijd het perfecte moment om kansen te pakken. En daarom praten we het komende uur over hoe je sterker uit de crisis kan komen. En hoe je nieuwe businessmodellen, hoe je nieuwe verdienmodellen kan ontwikkelen. Waar je klanten op staan te popelen. Mijn naam is Remy Gieling, hoofdredacteur van Vakmedia MT en Sprout. Naast mij zit Hugo de Koning, een van de drie oprichters van Young Capital. En we hebben bestselling auteur Patrick van der Pel zover gekregen om ook vandaag hierheen te komen. Om zijn kennis te delen. Hij heeft van zijn boek Business Model Generation zijn meer dan 4 miljoen exemplaren verkocht. En hij heeft tegenwoordig design en strategie firm Business Models Inc. Daarmee helpt hij de grote bedrijven ter aarde met het innoveren van hun verdienmodellen. Dus we zijn ontzettend blij dat je er vandaag bent. Patrick. Dankjewel. En zoals altijd zit ook moderator Evelien Praal achter de knoppen om jullie vragen te beantwoorden. Heb je dus vragen, stel ze gerust in de chat. We schrijven de meest urgente op en behandelen die zometeen live in de uitzending. Houd ook je pen en papier bij de hand, want halverwege hebben we een mooie opdracht voor je om je creatieve mindset weer eventjes een boost te geven. Dus daar komen we zo meteen op terug. Hugo, allereerst, we zitten bij jou op kantoor. We zijn inmiddels 2020, maar ik ga eventjes terug in de tijd. 2000, drie jonge gasten besluiten een uitzendbureautje te beginnen. Hoe is dat zo gekomen? Studentenwerk heette het toen nog. Ja, we waren nog geen uitzender. We waren eigenlijk een marktplaats waar bedrijven op konden adverteren. Om eigenlijk jongeren te werven. Dus we waren eigenlijk een vraag- en aanbodsite. Had je toen nog geen Google, dus je had Alta Vista. En wij waren in die hele dotcom-bubbel heel goed in het manipuleren van de zoekresultaten. Dat we altijd bovenaan kwamen met hele specifieke termen gericht op werk. Waardoor we heel veel inschrijvingen kregen vanuit de mensen die werk zochten. En uiteindelijk de bedrijven erop lieten adverteren. Maar we waren nog geen uitzendbureau. En uiteindelijk gingen de uitzenders op onze site adverteren. Want toen dachten we, daar is het handel. Ja, dat distributiemodel van die uitzenders, 2000, dus 20 jaar geleden, waren eigenlijk retailers. Mm-hmm. Het hadden allemaal winkeltjes. Winkels, overal winkels, naast de reisbureaus. Ja. Nou ja, nu krijgen de uitzenders klappen. Al veel eerder natuurlijk die reisbureaus. Die zie je al, denk ik, 15 jaar al niet meer in de winkelstraten. Maar de uitzenders nog steeds. En wij dachten, die manier van werving van de uitzenders, in een duur pand zitten, naar de deur kijken tot er mensen binnenkomen, ik zoek werk. Nou, dat kan sneller, beter, efficiënter. En toen zijn we eigenlijk in 2001 gaan uitzenden. Patrick? Dat is een beetje geschiedenis. Mooie origin story, dankjewel Hugo. Ik denk dat de meeste mensen jou kennen van het befaamde Business Model Canvas. Ik denk dat iedereen, tenminste de meesten die kijken, wel een keer misschien hebben ingevuld voor zijn of haar eigen bedrijf. Ja. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Ja, eigenlijk wat je zag is dat er steeds meer behoefte was om te begrijpen op één pagina, oké, hoe verdien ik geld? En ik kan me nog heel goed herinneren, ik ben groot geworden in de traditionele consultingbureaus. En dan gingen wij bijvoorbeeld naar Endemol met een team. En kost heel veel tijd en interviews om met procesmaps allemaal te gaan kijken, wat gebeurt er nou? En uiteindelijk, wat gebeurt er echt? Wij misten gewoon dat bij de Carlo en Irene show geld werd gevraagd aan het publiek. En dat was dus nergens in de boeken te vinden. Dus, vuistieke dossiers had je mee te maken. Ja, dus dat was heel erg moeilijk. Alleen ook door de versnelling van de economie en ontwikkelingen door internet zag je dat er steeds meer behoefte is om die businessmodellen sneller te ontwikkelen.
Dus ja, daar zat een uitdaging of een probleem wat opgelost moest worden. Ja, uiteindelijk het boek wat je samen ontwikkeld met Alexander Osterwalder, de Business Model Generation, 4 miljoen keer verkocht inmiddels, wereldwijde bestseller. Had je dat van tevoren voorzien? Nee. Dus wij waren met Alex bezig en met Yves. Dus we hadden gezegd, weet je wat, niemand zit te wachten op een no-name auteur uit Zwitserland om dat als uitgever uit te geven. Daarnaast hadden we ook speciale wensen, want we wilden een echt mooi ontworpen boek maken. En dat was hartstikke duur. Hartstikke duur, dus zeg maar nagenoeg onmogelijk. Dus toen dachten we, hey, we gaan dat zelf ontwikkelen. Hebben we dat ook gedaan. En uiteindelijk moesten we de keus maken bij een printer in Nederland om te kijken, ja, hoeveel ga je dan laten drukken? Dus wij dachten, ja, als je gaat kijken naar bestsellers, dan heb je zeg maar een paar duizend tot zeg maar ergens 20, 25, 30.000. Dan tot uiteindelijk echt hoog. Dus wij dachten, nou, we laten de 5.000 drukken. Ja, die waren in 8 weken verkocht. En toen gingen we nog een printrun draaien. En dat brachten we naar Amazon in de US. En dat was 10.000 boeken. En dat ging in 12 weken was dat weg. Amazon drukte je boeken? Nee, je kon zeg maar bij Amazon een stukje van hun website huren. Ja. En dan moet jij zorgen. In de etalage eigenlijk. Ja, en dan moet jij zorgen dat het in de distributiecentra ligt. Ja, ja. En dan willen zij het voor je verschepen. Dus jij loopt alle risico. En dat ging als een speer. Ja, ja. Ik denk dat we ons wel eens de vraag gesteld waarom dat succesvol is geworden. Ja. En toen dachten we, oké, natuurlijk heb je timing, want dat BIS-modelwoord was een hype. Maar je zag ook dat we best wel een base hadden van Alex die fans had die geïnteresseerd waren in die BIS-modellen. Maar een ander ding was met Alex, we zeiden altijd, we want to stand out for mediocrity. Weet je, we wilden echt iets moois maken, echt iets goeds. En zoals Alan, de ontwerper, zeg maar dat BIS-model boek heeft gemaakt, waardoor je veel makkelijker die content kunt consumeren. Ja. Dat was echt een... Heel visueel, hè? Ja, echt een gamechanger. Hoe, eventjes misschien goed op vooraf, hè, voordat we echt van start gaan, de probleemstelling eventjes duidelijk te krijgen. We gaan het hebben over businessmodellen, innovatie, kansen pakken. De huidige stand van zaken is nu eenmaal voor veel mensen dat het businessmodel wat ze hebben niet aansluit op de behoeften die de klant nu heeft. Herken je dat, Hugo? Nou, kijk, wij zitten in zoverre door deze coronacrisis in een pakket dat... We hebben eigenlijk 2 takken van sport. We hebben grote klanten, die huren heel veel mensen van ons in. Dat loopt wel door, gelukkig maar. We hebben het MKB-domein waar eigenlijk de totale stop is op opwerving. Dus er worden geen mensen meer aangenomen. En ook daar is denk ik tussen de 50% en 60% van onze omzet weggevallen. Dus het businessmodel, ja, klopt nog wel, maar er is nu eigenlijk geen vraag. Ja. En dat zorgt ervoor dat we ons nu kunnen voorbereiden als die vraag weer ontstaat. En die gaat ontstaan, het is een kwestie van tijd. Wat we kunnen doen om straks, als die klanten weer gaan aanvragen, dat we het beter, slimmer en sneller kunnen doen. En daar zijn we nu heel druk mee. Hoe werkt dat met jou en je co-founders en het managementteam wat hier zit? Hoe communiceren jullie daarover? Je hebt nu een paar weken gehad om er goed over na te denken. Ja, nou ja, we gaan het straks natuurlijk ook wel even hebben over scenario planning. We hebben in eerste instantie een financieel scenario planningsmodel gemaakt. Van wat gebeurt er als 20% van de omzet wegvalt, 30%, 40% vanuit de groep. Ja. Daar hebben we financiële scenario's, dat is gewoon heel simpel. Dan moet je dit doen, dan moet je de marketing daar terugschroeven, hier minder geld uitgeven. Misschien wel deze afdeling samenvoegen, dus dat model bestaan. En we hebben natuurlijk het product verhaal waarin je... Ja, gaat kijken of je dienstverlening inderdaad straks in de toekomst nog aansluit. En dat is wel heel interessant. Dan ga je kijken naar de toekomst. Wat denken we over een aantal jaar hoe onze dienstverlening eruit ziet? Nou, veel meer technologie komt erbij kijken. Dat zie je nu ook al natuurlijk door de crisis. Dat je, ja, vroeger was het raar om alleen maar te video solliciteren. Ons vak bestaat natuurlijk uit sollicitatiegesprekken voeren. Nou, nu was dat van dag 1 de standaard. Ja. Het gaat goed, maar we zien ook wel dat voor sommige profielen toch wel lekker is om met je sollicitant te gaan wandelen. Dus dat werkt nu heel goed. Ga je lekker naar buiten. Ja. Om toch even die non-verbalen. Ja, het is gezond. Wandelen is goed. En je ziet dat de doelgroep die wij bedienen, de jongeren, die zitten ook een hele tijd thuis. Ja. Dus die zijn een beetje geïsoleerd. En het wel een hele jonge workforce natuurlijk bij Young Capital. Ja. Iets van meer dan 1000 medewerkers zitten hier. Vaste mensen, gemiddelde leeftijd van 28. Ja, dus die... Heel veel werken nog thuis. Maar om terug te komen op jouw vraag. Als je kijkt naar productscenario planning.
zijn we nu echt met het managementteam al vanaf eigenlijk de eerste week van de crisis aan het kijken van joh, hoe ziet onze toekomst eruit? In welk model, welk product, wat kunnen we nu gaan aanpassen? En waar we vroeger heel veel mensen niet mee kregen in het bedrijf, krijg je nu wel iedereen mee, want er is simpelweg veel minder te doen. Dus nou, niet dat mensen zich vervelen, maar dan is het interessant om daar met z'n allen even heel goed naar te kijken. En zo'n model, wat jij in je boek hebt beschreven, te gaan uitwerken. Ja. We gaan zo meteen hebben over wat jullie allemaal voor mooie plannen hebben bedacht. We hebben daar misschien ook al een scoop te melden. Leuk om het er zo meteen over te hebben. Maar allereerst Patrick, je hoort net al, Hugo zei, allereerst zijn we vol op de cash gegaan zitten. Kijken, hoe zitten we cashflowmatig? Daar zijn we voorspellingen over gaan maken. Is dat the way to go volgens de theorie? Nou ja, ik denk er zijn een aantal dingen die je ziet die je kunt doen. Dus het belangrijkste wat je moet begrijpen is dat je huidige businessmodel gebroken is. Dus die heeft een aantal beperkingen. En dan moet je kijken van, hey, welke beperkingen heb ik dan mee te maken? En hoe kun ik dat omzeilen? En ik denk een andere belangrijke, wat Hugo zegt, waar bedrijven best wel snel aan voorbij gaan, is die vraag dan ook bij de eindklant nog daar? Dus als je die vraag niet hebt, kun je heel lang creatief zijn, maar dat heeft geen enkele nut. Dus het is belangrijk om bij die klant te kijken van, hey, er zijn andere behoeften. En wat komt dat door? Door die beperkingen, zeg maar nu de fysieke beperkingen die wij hebben, dan zie je dus dat er een versnelling is van digitaal. En wat betekent dat dan? Nou, dat is heel duidelijk, want we hebben new ways of working. Dat weten we nu allemaal. Ja. En toen in 1995 liep ik voor het eerst stage bij een verzekeringsbedrijf, toen hadden ze het over telewerken. Nou, nooit echt van de grond gekomen, nu weten we eigenlijk niet beter. New ways of working, new ways of living. We zijn thuis, we gaan heel andere dingen doen. Dus je gaat ook andere dingen aanschaffen, andere tijdsbesteding, niet meer op vakantie. En daarnaast new wave consumption. Dus je ziet dat is er allemaal aan het gebeuren. Dat betekent dus dat die behoefte van klanten nog steeds hetzelfde is. Want je wilt nog steeds geëntertained worden. Je hebt nog steeds trek om een lekkere maaltijd te eten. Alleen de manier waarop je gaat bedienen en de ervaring gaat neerzetten, die is compleet anders. Ja, je zegt de behoefte van de klant is eigenlijk niet veranderd, nee, ondanks zo'n coronacrisis. Ja. Geldt dat ook voor zakelijke klanten? Nee, ik denk dat voor zakelijke klanten is dat anders. Alleen dat betekent voor elk van die klanten, waar hebben zij dan mee te maken? Dus neem bijvoorbeeld een bedrijf als Unilever. Oké, wat betekent dan deze situatie voor hen in de internationale markt? Dat is weer anders dan een bedrijf als een grote bierbrouwer, Heineken bijvoorbeeld. En je ziet dat zij ook met die beperkingen te maken hebben. En wat ik zie bij de verschillende bedrijven met wie wij werken, dat ook het leadership daar anders op reageert. Dus we hebben twee global clients waar we voor werken en die zitten in hetzelfde schuitje. Alleen de een zegt, we gaan gewoon door. Want zoals jij zegt, die vraag gaat op een gegeven moment komen. En bij het andere bedrijf gaan ze volledig in de rem en dan zeggen ze, hey, we moeten voor onze hold our horses. Dus ik denk dat die behoefte wordt ook gecreëerd doordat het bestuur daar anders mee omgaat. Ik ben benieuwd of er inmiddels al een aantal vragen zijn binnengekomen van jou, de kijker. Evelien. Er zijn nog geen vragen binnengekomen van kijkers, dus bij deze de oproep, hebben jullie iets te vragen? Vraag het dan gerust. We behandelen elke vraag live in deze uitzending. Supergoed. Ik heb wel een vraag, als dat zou mogen. Nou, even stel het gerust. Ja, want wat je net vertelde, je hebt twee klanten die in hetzelfde schuitje zitten en ze reageren heel anders op de situatie. Heb jij dan het idee dat een van de twee reacties beter is dan de ander? Nou, ik denk dat ik hoop niet dat ze luisteren. Nee, ik denk dat het ook kijk, in zo'n situatie waar je nu mee te maken hebt in onzekerheid, dan zie je twee gedragingen. Eén is, mensen gaan in een hoekje zitten en die zijn bevroren. Ja. Hadden wij ook in ons team en daar spreken we elkaar op aan. En de anderen die gaan juist versnellen, want die denken, zoals wat Hugo zegt, nu zie je kansen, dus je moet klaar zijn voor die toekomst. Ja, je ziet dat daar binnen die twee bedrijven, culturen, wordt daar anders op gereageerd. Herken dus jij dit, Hugo? Ja, ja, zeker. Ik heb ook veel vrienden die hebben ook bedrijven en die wachten, heel veel wachten eraf. Dan zeg ik, vind je dat verstandig? Want ja, er komt wel een vaccin en na de zomer is het allemaal weer beter. En ik zeg, ja, je moet nooit afwachten wat je ook doet. En wij bijvoorbeeld zijn best wel snel in de actie geschoten. Ook al weten we een paar concrete voorbeelden dat er eigenlijk geen klantvraag is, dat iedereen een stop heeft op werving, dus niemand personeel, zijn wij volop voor al onze klanten aan het bellen. Hoe gaat het?
Hoe vind je eigenlijk dat thuiswerken? Heb jij tips voor mijn andere klanten die ik met hun kan delen? Heel veel van onze salesmensen die maken van al hun klanten en nieuwe klanten een foto voor hun pand. Ja. Letterlijk een foto, een tekstje bij, joh, ik was bij je in de buurt, ik denk aan je, hoe gaat het? En ja, je kan afwachten en dan wachten tot na de zomer, tot er weer de lockdown iets wordt versoepeld. Mm-hmm. Wat heel veel mensen doen. Maar je kan ook in de actie, je kan wat van je laten horen, je kan interesse tonen. En nou, wij zitten een beetje op die tour. Hoe is dat voor jou veranderd? Want ik weet ook dat je vroeger altijd veel bezig was met klanten. Je was veel op pad. Hoe is jouw rol daarin veranderd? Nou ja, ik heb er ook een rol. En ik heb gisteren kreeg ik nog een lijst van alle afspraken die ik heb gehad van de afgelopen 2 jaar. Dus je heeft mijn assistant echt helemaal uit de agenda getrokken. Er was geen query voor, was best wel een werkje voor haar. En ik ben die nu langzaam aan het gaan, ook om eens te toetsen van hoe gaat het bij jou, hoe is het met jouw business. Er zitten heel veel bestaande klanten bij, heel veel nieuwe klanten. Dus ik geef daarin natuurlijk ook het goede voorbeeld. Ik ga ook niet achteroverleunen en in de tuin zitten en genieten van de vrijheid en eigenlijk geen afspraken 's avonds. En ik ga wel zelf vol in de actie en eigenlijk mijn compagnons ook. Hoe krijg je mensen mee die dat misschien wat moeilijker vinden, Patrick? Je hebt inderdaad mensen die vinden het misschien ook wel spannend deze tijd, prachtig, nieuwe kansen, snel schakelen. Andere mensen vinden het wel spannend, gaan misschien ook een beetje zijn misschien wat angstiger voor wat de toekomst te brengen heeft. Hoe krijg je die toch mee in je bedrijf? Ja, ik denk dat dat was voor corona ook al zo. Als je een innovatieoefening gaat doen, dan zie je dat de helft van de mensen ongeveer niet met onzekerheid om kunnen gaan. Dus die zoeken zekerheden in het organiseren van meetings of plannen schrijven. En die voelen zich daar heel comfortabel bij. De mensen die wel willen veranderen, die zijn vooral het verschil aan het maken. Alleen wat er dan de fout wordt gemaakt is dat als je die mensen in die zekerheid niet mee kunt krijgen, dan moet je ze lekker laten zitten. Want die gaan het nooit voor jou regelen, die gaan het nooit organiseren. En door die zekerheid hebben die zoveel bewijs nodig dat je over een jaar wel een keer naar hen terug kunt gaan, dat ze dan misschien overtuigd zijn. Maar die moet je echt in de hoek laten zitten. Niet proberen te overtuigen. Nee, nee. En het is wel zo dat als bijvoorbeeld als je een vuurtje gaat geven en dan zeggen ze, hey, wacht even, ik zie hem en ik ga mee. Ja. Dan is het oké, maar voor de rest moet je daar echt je tijd niet aan verliezen. Er zitten mensen te kijken, die hebben bedrijven, of die werken voor bedrijven, waar ook omzet is weggevallen. Klanten die nu met hele andere dingen bezig zijn dan wat zij aan te bieden hebben. Ja. Wat zijn hele praktische handvaten die je ze kan meegeven, hoe ze nieuwe businessmodellen kunnen ontwikkelen. Hoe kunnen ze met de bestaande talenten, kwaliteiten die ze in huis hebben, gaan kijken hoe ze toch een klantvraag kunnen gaan beantwoorden? Ja, kijk, ik denk dat één is, wat Hugo net het voorbeeld gaf, is eerst überhaupt in gesprek zijn met die klanten. Vragen. Stel ja, vragen. Dus ga het gebouw uit, maak die foto, stel die vraag en zeg ook van hoe zit jij erin en hoe gaat het bij je thuis en waar zitten jouw onzekerheden? Dus zonder gelijk wat te willen verkopen, eerst gaan vragen van waar zit je eigenlijk mee? Dat doen al best weinig mensen. Ja. Het klinkt dat als een open net, deur. Dat vinden mensen lastig, want dan zeggen ze ja, maar dan ga ik Remy bellen, maar dan heb ik niks te verkopen. Ja. Dus waarom zou ik hem bellen? Nee. Stel nou die vraag en vraag hoe zij erover na kunnen denken. En dus dat is één stuk wat een heel hoop aan informatie gaat opleveren. En het is makkelijk mee te starten. Ja, ja. En het andere stuk is doe het wel na het webinar trouwens. Voordat ze zeg maar nu gelijk gaan bellen. Soms. Een andere stuk is dat als je het hebt over trends en ontwikkelingen, die manifesteren zich door nieuwe experiences, nieuwe concepten. Dus waar wij heel veel naar kijken is de nieuwe businessmodellen die voorbij komen. En als je die probeert te begrijpen, dan kan je patronen ontdekken en daardoor weet je hoe je een heel ander spel kunt gaan spelen. Heb je daar een concreet voorbeeld van? Want het is voor mij nog wat abstract. Bijvoorbeeld als je kijkt naar een bedrijf als Disney. Die hebben zeg maar zo'n transformatie gemaakt in hun amusement parks. En wat wij zien nu met deze periode is dat die digitale shift zoals we dat zien, dus verschuiven van een fysiek businessmodel naar een digitaal, die is aan het versnellen. Maar wat had Disney nou gedaan? Die zeiden, hey, als wij kijken naar onze parken, vragen een hoop geld. Alleen, wat is er heel vervelend dat je bij zo'n bordje staat, hier nog 2 uur. En toen zagen ze, hoe kunnen we dat probleem oplossen? Toen hadden ze een visie om te zeggen, wij gaan dat digitaal oplossen. Dus we gaan daar met een app waar we mensen kunnen volgen, waar ze kunnen helpen, gaan we die hele crowd managen.
Dus dat je dan niet meer zo lang hoeft te wachten, maar opgeroepen wordt om naar die evenementen toe te gaan. Precies, naar die attracties. Wat zij zeiden, het meest waardevolle van onze bezoeker is hun tijd. Ja. Dus we gaan oplossen dat ze die tijd besteden aan in rij staan. Ja. Dus met een appje kunnen ze van tevoren misschien al een ride boeken. Ja, en wat er dan is gebeurd is dat zij daardoor weten wie er in het park is. Ze hebben ineens een digitale relatie, dus ze weten 20 keer meer over die klanten dan wat ze ooit daarvoor wisten. En ze weten nu ook dat ze die mensen kunnen vermaken, omdat ze ineens tijd hebben om naar restaurants te gaan, om te gaan shoppen. Dus uiteindelijk levert het ook meer geld op. Maar wat betekent dat? Is als je nou nadenkt over die lessen van Disney, dan denk je, oh ja, als ik dan een digitale component introduceer met een app, heb ik dus meer klantinformatie. Oh, dat is interessant. Ja, maar welk probleem lossen zij op? Oh ja, die grote wachtrijen. Dus kijk, als je een Efteling bent, dan is dat een eitje. Maar ja, als je een IKEA bent, hoe kun je dan een verbinding maken van digitaal en van analoog? Of hoe kun je dat met een HEMA gaan doen? Dus je ziet dat het kijken naar die andere modellen, is echt een enorme insight. Blue ocean aan inzichten. Ja. Want zij hebben al in een bepaalde context een probleem opgelost. Je ziet dat ze winstgevend of in ieder geval goed bezig zijn. Oké, maar hoe kun je daar dan een jumpstart maken als je dat soort stappen wilt zetten? Dus als je een wat kleiner bedrijf hebt, reclamebureaus, nu ook veel omzet weggevallen, hoe zouden die dat dan aan kunnen pakken? Ja, ik denk dat als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n reclamebureau, dan is het ook de vraag is, als je naar zo'n businessmodel kijkt, moet ik even een stapje terug. Hè? Dus bedrijven zijn voorheen gebouwd voor de internet in op een lineaire manier. Dus als jij een reclamebureau had, dan had je een bepaalde dingen die je goed kon. Dan ging je het IP beschermen, ging je via je eigenaren communiceren en dan ging je daar geld mee verdienen. Wat je nu ziet is als je het kunt digitaliseren, dan kun je als reclamebureau rechtstreeks naar het eindconsument toe en daar informatie ophalen. Dus via die digitale slag, op welke manier dan ook, ga je meer van die klanten snappen en begrijpen, waardoor je advertisingboodschappen sneller, beter, slimmer gemaakt kunnen worden. Dus je gaat eigenlijk klanten helpen met data, inzichten over hun klanten ophalen. Ja. Dat is wat je zegt. Ja, dus dan zie je zeg maar vanuit een reclame dat je denkt, hey, wat is die digitale slag? Die digitale slag betekent altijd informatie, klant begrijpen. Oké, hoe krijgen we dat voor elkaar? En ik had met de CFO van BMW Groep toen een gesprek en die zei, weet je wat interessant is? Wij hadden als autoverkopers of als autobedrijf nooit de legal relationship met eindconsumenten. Dus we wisten er niets van. Nee, dan moet je voorstellen, als je nu een Tesla supermarkt koopt. Supermarkt ook eigenlijk niet, hè? Nee, dat klopt. Ja. En ik nu als auteur ook niet. Ik weet niet wie mijn boeken koopt, want het ligt allemaal bij Amazon. Maar dat betekent, als je dat dus wel weet, dan ziet BMW dat ze nu een andere relatie met hun elektrische chauffeurs hebben. En daar kunnen ze goed op inspelen. Ja. Dus je ziet dat in die digitale slagen zijn een aantal wetmatigheden die je zo kunt toepassen voor elk bedrijf. Ik ben benieuwd of er vragen zijn binnengekomen van jou, de kijker. Evelien. Er zijn zeker vragen binnengekomen. Het lag aan mijn computer. Ik heb een nieuwe inmiddels. Dus ik steek lekker van wal. Boris de Veer wil weten, hoe ga je om met verminderde liquiditeit, maar wel willen innoveren? Hugo, laten we daar eens bij jou beginnen. Die vraag stond ook bij jou op. Stond ook op mijn lijstje. Je hebt toch gespiekt, hè? Verdorie, dat moet je nooit doen. Maar dus daarom een extra goede vraag. Hoe moet je daarmee omgaan? Want inderdaad, er loopt cash weg. Dat is een hele moeilijke vraag natuurlijk. Want als je wil gaan innoveren en je wil daar echt een product al gaan bouwen. Dan moet je investeren. Of wat wij doen. We hebben heel veel mensen die hebben door deze crisis tijd over. Mm-hmm. We hebben heel goed een soort communicatieplan, hoe we draagvlak creëren dat iedereen meewerkt aan een nieuwe toepassing, nieuwe technologie en dat ze begrijpen waarom dat nu noodzakelijk is. Mm-hmm. Dus de tijd die ze eerst staken in andere dingen hebben wij verschoven nu, zodat het ons minder liquiditeit kost en we het niet hoeven in te kopen. Maar dit is natuurlijk per branche. Heb je een voorbeeld hoe het bij jullie gaat? Nou, wat je ziet is, omdat bij ons de business voor de helft is weggevallen in het MKB, zijn wij nu versneld met de MKB-vestigingen een tool aan het bouwen, eigenlijk een mijnomgeving, zodat als die markt straks weer aantrekt, klanten kunnen inloggen op hun persoonlijke pagina, wat de banken ook hebben met een bankieren-app, en zelf uitzendkrachten kunnen selecteren, assessen, matchen, in kunnen plannen met reviews, met sterren
En dat is eigenlijk in een stroomversnelling gekomen. Een soort webshop voor uitzendkrachten, begrijp je? Ja, en dat wilden we al heel lang, maar dat werd een soort tegenhoud door onszelf. Want de marge die wij pakken op het normaal, jij belt mij op, ik ga leveren, is veel hoger dan dat je het in het self-service model aanbiedt. Ja, jullie moeten ook veel meer ervoor doen, dus je moet de kosten ook kunnen dekken. Dus het is een veel lagere marge, maar wel veel schaalbaarder. En nu werken wij dus met IT en ook al die MKB-vestigingen samen om dit eigenlijk versneld uit te rollen. En dat is, voor ons kost dat geen cash. Dat is meer wel tijd die we verschuiven. Ik wil er zo meteen meer over weten. Ik nog even terug naar de vraag, ook voor jou Patrick. Je zit dus in een business waardoor je minder geld voor handen hebt. Hoe kan je dan toch innoveren? Ik denk kost innovatie per definitie geld? Nee, ik denk dat het beste omstandigheid is. Want als je te veel geld hebt, dan word je lui. En dan ga je luchtkastelen bouwen waar uiteindelijk niemand op zit te wachten. Nee, echt. Dus het dan, want het is zeker als je een app gaat bouwen. En dan voel je zeker omdat je het gemaakt hebt en je bent er heel erg trots op. Het ziet er gelikt uit. Ja, terwijl als je nu denkt over de beperkte middelen. Eigenlijk toen jullie met z'n drieën begonnen waren. Dan ben je creatief. En dan ga je die extra stap zetten. En dan ga je wel even uitreiken naar die klant. Dus met die minimale middelen kan je ook veel creatiever zijn. En ga je ook stapje voor stapje ontwikkelen. En wil je minder risico lopen. Je gaat dus ook meer naar de kern van je product. Ja, absoluut. Terwijl als er geld voorhanden is, dan denk je misschien, nou, er wordt die functie nog bij, die. Ja. Kijk, Patrick zei net al, van het kost geen geld om aan je klant te vragen, wil je meedenken? Dat is natuurlijk heel veel bedrijven willen innoveren en dan gaan ze in een kraamkamer hele mooie dingen verzinnen en luchtkastelen bouwen. Maar in die kraamkamer moeten in ieder geval een paar klanten zitten. Hebben jullie dat ook gedaan? Ja, zeker. Met het winkelmandje vol. Er zitten nu ook klanten bij. Dus medewerkers, klanten, IT, iedereen. En wat vraag je dan aan ze? Nou, wil je ons helpen? Op wat voor manier helpen? Nou, om onze dienstverlening te verbeteren, om te innoveren, om naar de toekomst te kijken. Hoe zie jij dat? En kijk als je aan iemand Maar stel je dan de vraag van, goh, schets je dan wat je voor ogen hebt aan ze bijvoorbeeld? Ja, zeker. Ja. En dan vraag je, wat vind je ervan? Ja, zou je willen testen? Heb je tips voor ons? En kijk, de mens is van nature iemand die graag wil helpen. Dus als je sowieso één vraag, wil je ons helpen, wil je mij helpen? Er is bijna niemand die nee zegt, behalve als je ruzie hebt met z'n Dus die moet je het ook niet aan vragen. Maar als je aan een klant vraagt van, joh, we zitten met een vraagstuk. Ik vind jou een hele slimme kerel. Wil je mij helpen? Ja, en hoe voorkom je dan dat ze je een beetje gaan pleasen? Dat ze zeggen van, ja, het is een geweldig idee. Terwijl ze eigenlijk denken van, mwah, nee. Nou ja, willen klanten meestal wil een klantje niet pleasen. Zijn ze vaak niet echt tevreden, willen ze betere service. Ja, maar dat kan je beter organiseren. Dus bijvoorbeeld de art of asking questions, dat je de juiste vragen stelt. Dus het is een hele slechte vraag. Als je zegt, zou je dit in de toekomst bij ons willen doen? Zegt iedereen ja. Ja. Alleen Hugo kan niks met dat antwoord. Nee. Terwijl als je zegt van, hey, dit is wat wij gaan ontwikkelen. Zou je dit overwegen om te gebruiken? En dan zeggen ze bijvoorbeeld ja. En als ze zeggen nee, zeg je, hey, dat is interessant. Of wat zou je dan doen? Wat zou je dan doen? En dan ineens ga je concurreren met het niet inschakelen van uitzendkracht. Maar dat is interessant, want als je weet dat je concurreert niet met de concurrent, maar met het niet inschakelen, ga je een heel andere campagne voeren. Snap je? Dus je ziet dan dat die behoefte anders in elkaar zit. En kijk, je hebt gelijk, klanten wil je altijd pleasen. Dus je moet zorgen dat je daar en de juiste vragen kunt stellen. En die moeten nooit over de toekomst gaan, maar over vandaag. En er moet voordeel voor hun in zitten. Ja. En wij hebben gevraagd in onze pivot eigenlijk van, joh, we kunnen onze dienstverlening veel goedkoper aanbieden. Moet je wel meer zelf doen? We willen met jou over praten. Heb je feedback? Heb je tips voor ons? Kun je meekijken? Ja, en de klanten nu, die hebben het vaak ook rustig in deze tijd. Ja. Dus die vinden dat leuk. Ja. Om daaraan mee te denken. Die willen graag meehelpen met innovatie. Ja. En als je nog misschien een tip van mij uit, als je nog een goed boek zoekt over hoe je goede vragen moet stellen. De MOM-test heet het, hè? De MOM-test, De MOM-test, inderdaad. Ja. Evelien, is nog een andere vraag binnengekomen? Zeker de vraag van Tineke. Heb je ook tips voor bedrijven die door de crisis juist heel erg groeien of moeten groeien en de vraag bijna niet aankunnen? Hugo. Goeie vraag. Ja, hè? Nou, sowieso van harte. Tineke, goed gedaan. Dan zit je in het juiste segment. Ja. Als je mensen zoekt, moet je mij mee. Binnenkort digitaal. Dat is een hele goede tip, is dat. Grapje. Jeetje, dat vind ik echt lastig. Ja, daar moet ik de business van Tineke beter... Kijk, als we het hebben over dit soort algemene vragen, denk ik dat jij beter antwoord op kunt geven. Nee, we maken dat mee, hè, dat klanten het uiteindelijk niet meer weten, maar die vragen bij hen die nu gaan naar voren gaan komen, is ook scenario planning. Maar dan nadenken, ja, maar als in 2024 er niks meer afgenomen wordt, omdat het nu relevant is, maar dan niet meer. En wat je dan ziet als je met hen in gesprek gaat, dan zeggen ze, ja, maar
als we dan over 4 jaar vaststellen als één van de scenario's is dat we de dienstverlening niet meer af gaan nemen, dat is even schrikken en dat is balen. Nee, als je dat weet, dan kan je daar nu op anticiperen. Dus dat je nu een andere campagne gaat voeren om dat voor te zijn. Ja, dus dan is het je kan scenario planning voor naar boven natuurlijk maken. Ja, dus scenario planning op een positieve manier. Ja, ik sprak gisteren de Taco Carlier, oprichter van VanMoFietsen. Die is het ook aan het doen. Ja. Gemaakt en die gaat zo goed. Die hebben extra financiering aangetrokken in no time om maar meer fietsen te kunnen maken. Ja. Omdat dus de vraag zo erg groeit naar elektrische fietsen. Dus het kan in zijn markten waar het inderdaad heel erg goed bij. Maar het is wel interessant. Dus bij die fiets was ook 1 jaar of 10 geleden dat het begon. Je hebt heel lang moeten wachten tot het uiteindelijk kwam. Ja. En het begon al te komen, ook voor corona. En nu is het nog ineens relevant genomen. Ja. Dus eigenlijk, Tineke moet even in pen en papier pakken en de scenario's gaan uitwerken. Wat als dit gebeurt? Wat kun je er dan bij kijken? Ja, maar niet dat je nu je capaciteit zeg maar aan het inkopen bent om die terwijl het straks de vraag uit gaat vallen. Ja. Dat is het grootste risico. Tussendoor, Tineke zit bij het UWV. Ah! Oh! Nou. Dan ga snel digitaliseren om al die vragen snel binnen te kunnen beantwoorden, denk ik. Ja, jeetje. Ja, dat is natuurlijk wel. Al die nauwaanvragen komen daar terecht. Ik denk dat ze inderdaad heel veel mensen moeten gaan aannemen. En dan is juist belangrijk dat die mensen snel ingewerkt worden. Dus niet klassiek, 3-4 weken training. Gewoon dikke e-learning. Veel sneller en met software natuurlijk, de onboarden van nieuwe medewerkers lijkt mij. Maar ja, je hebt handjes nodig die al die aanvragen en software. Ja. Ja. Daarmee kan je versnellen. Ja. Is misschien nog een andere vraag binnengekomen? Zouden jullie het nog een keer over toch liquiditeit willen hebben? Want er is ook nog de vraag, als start-up kun je heel snel sturen. Maar de liquide middelen zijn klein en investeerders zijn voorzichtig. En banken verlenen bijna niks. Hoe zou je liquiditeit aantrekken? Hoe kan je liquiditeit aantrekken, Patrick? Ja, kijk, deze is nu al echt heel lastig. Dus wat je nu al ziet zeg maar in de M&A-wereld, dus met de mergers en acquisitions, is als je nu niet zeker weet als jouw winkel in de winkelstraat, waar normaal heel veel mensen langskwamen. Wanneer er weer mensen komen? Dan kan je dus ook niet de getallen overleggen. Zijn die scenario's echt luchtkastelen en heel onzeker? En dat is ook wel een probleem wat er nu aan het aankomen is. Dus wat gaan die winkels straks doen? En kunnen we daar de aantallen tegen aanzetten? Dus het aantrekken van het krediet is buitengewoon lastig. Dus ik denk dat. Ik hoor bijvoorbeeld wel van een bedrijf die is bij medewerkers aandelen gaan verkopen. Die zei van, nou ja, je kan nu gunstig instappen om aandeelhouder te worden van het bedrijf. En dan kan je. Hebben wij een beetje cash voor handen en heb jij een beetje aandelen in de tent waar je voor werkt? Is dat een optie? Ja, dat zou ik zelf nooit doen. Maar nee, ik vind het lastig, want uiteindelijk dat is een wassen neus, weet je wel. Dus dan zeg je van, hé, ik ga bij mijn eigen collega's geld ophalen. Ja. Terwijl eigenlijk wat je zou willen is bij klanten geld ophalen. Dus dat je zegt van, hé, hoe zitten jullie erin? Kunnen jullie lange termijn contracten afspreken of kunnen we iets anders organiseren? Maar ik vind het gevaarlijk om eigen collega's daarvoor te gebruiken. Want het geeft je geen enkele garantie. Crowdfunding misschien? Ja, dat zou een manier kunnen zijn. Dat zie je nog wel gebeuren. Mm-hmm. Ik heb ook een paar voorbeelden van tech-startups inderdaad. Die in plaats van, meestal hebben ze geld nodig om software te bouwen. Dat ze eigenlijk een hele, hele goede softwarebouwer aantrekken. En die inderdaad equity geeft. Ja. Dat die ook voor niks, normaal betaal je een paar ton voor per jaar. Hartstikke duur. Dat hij het voor niks doet. Of voor zijn aandelen. En ook dat ze een soort barter met media. Want ook alle. Ja, je hebt vaak een product nodig om te promoten en het is heel duur. En dan kan je natuurlijk met RTL kan je deals sluiten. Ja. Dat je ook een deel van de opbrengst afstaat of ook een deel equity. Die hebben ook allemaal venture takken. Mm-hmm. Die zijn nog wel in beweging. Maar echt, als je echt enorm geld nodig hebt om een heel machinepark of zo. Dat is inderdaad lastig om dat bij traditionele financiers te krijgen. Merk jij dat misschien ook in je persoonlijke omgeving, Hugo? Je investeert ook in bedrijven. Dat er meer partijen naar je toe komen van, hallo. Nee, dat niet. Nee. Het is nog niet zo gekomen dat er partijen zijn die denken van, nou, dit is nu misschien het moment om eens een keertje wat geld op te halen. Nee, ik niet. Nee, merk niet. Nee. Ik denk dat dit een mooi moment is om naar de case te gaan die we hebben bedacht voor jou, de kijker.
Patrick werkt altijd met businessmodellen en businessmodel innovatie. In het vorige webinar wat we hadden gedaan, kwamen hele leuke reacties op. Hebben we de kijker gevraagd of ze met de huidige restricties voorhanden kunnen bedenken hoe kapperszaken hyper succesvol zouden kunnen opereren. Maar ja, de kapperszaken mogen weer open, dus dat voorbeeld gaat even niet. Dus we hebben deze keer bedacht, bedenk nou eens als kijker thuis een nieuw, vernieuwend businessmodel voor de reisindustrie. Dus je bent een tour operator, je moet normaal gesproken boekje reizen naar het buitenland voor klanten. Dat kan even heel erg lastig. Hoe zou je met de huidige wet en regelgeving, met een innovatieve mindset, met een innovatieve bril, echt een kick-ass nieuw businessmodel kunnen bedenken? Wat gaan we doen? Aan het eind van de uitzending, dus over pak een beetje een half uurtje, stellen we de vraag aan Evelien om er een aantal uit te kiezen, een aantal van jullie ideeën. Hugo, Patrick, jullie zijn straks de jury. En het beste, meest innovatieve, meest tegendraadse idee om dus een hypersuccesvol reisbureau op te zetten in de huidige tijd, krijgt een van de Sprout groeigidsen, Hard gaan met de beste mensen, met het voorwoord van yours truly. Ja, het is mijn voorwoord, maar Evelien heeft het geschreven. Ja, hij is wel heel goed. Hij is goed geschreven. Alle credits inderdaad naar Evelien. Dat zo meteen. Leuk. Ik ben nog even benieuwd naar dat winkelmandje idee. Want dat gaat natuurlijk wel, je zei het net al eventjes, dat levert je minder marge op. Ben je dan niet bang als je dat bedenkt, dat het je eigen business cannibaliseert? Ja, zeker. Kijk, wij zeggen natuurlijk altijd dat we de meest innovatieve recruitmentpartij zijn van Nederland. Misschien zijn we dat ook wel, maar we zijn verre van totaal 100% innovatief en digitaal. We hebben ook nog 50 vestigingen, waar gewoon echt zoals in het stenen tijdperk mensen langskomen, in een hokje gaan zitten, een interview afnemen, misschien een testje, elkaar de hand schudden en wordt de persoon naar de klant doorgestuurd. Mm-hmm. En eigenlijk werkte dat tot de coronacrisis fantastisch. Ja, want jullie groeiden als kool. Ja, absoluut. Ja, we zijn tegen de half miljard omzet aan. Ja. Over de half miljoen, maar half miljard half miljoen, ja. En nu, door de crisis, zag je dat eigenlijk de afspraken en de intakes die we dan hebben met sollicitanten in hokjes, ja, dat was gewoon verboden. Dus worden we genoodzaakt om eigenlijk ook de sollicitatiegesprekken meer digitaal te doen. Maar ook omdat de omzet is weggevallen, zag je dat als wij even terugkeken van joh, hoe ziet nou onze dienstverlening in het kader van de scenarioplanning er over 5 jaar uit, weten we dat het in stand houden van zoveel vestigingen en zoveel fysiek werk nog, dat mensen een uur met de trein naar je toe moeten komen, een uur een intake, dat helemaal niet efficiënt is. En door corona hebben we eigenlijk gezegd van we gaan nu een app ontwikkelen. Die stond al eigenlijk op onze roadmap, maar de IT zei joh, dat duurt jaren, dat is echt zo complex. We hebben andere prioriteiten. Ja, het is zo complex. We hebben nu met IT gezeten, joh, het is rustig, de MKB-vestiging is de helft van de omzet weggevallen. Die mijnomgeving, Young Capital Direct gaan we dat noemen, waar klanten dus volledig digitaal uitzendkrachten kunnen boeken, bestellen, reviews kunnen geven, in hun omgeving kunnen zien waar mensen op dat moment zijn en die dan beschikbaar zijn. Dus echt een Uber voor werk. Die gaan we versneld uitrollen en eigenlijk is die app nu af. Dus wat we nu hebben gedaan in, denk ik, 2 maanden, waar 2 jaar voor stond. Ja. Het is wel mooi om te zien dat je dat dan met z'n allen wel van elkaar krijgt. Ook klanten erbij gevraagd. Dus daar gaan we binnenkort daar live mee. En dat levert inderdaad veel minder op, maar het is wel veel schaalbaarder. En we hebben natuurlijk intern wel discussies van joh, de marge die we nu hebben in onze reguliere dienstverlening, iemand komt langs, intake, doorsturen, is ongeveer 30%. De marge die we hebben op nu dat uitzendkrachten worden besteld via de mijnomgeving, via de Young Capital Direct, is denk ik 10%. Moet je intern goed uitleggen. Ja, want hoe, daar is niet iedereen even enthousiast. Nee, zeker niet, zeker niet. Maar dan is het ook wel heel snel van joh, 1, het is de toekomst. En 2, als wij het nu niet doen en dit niet claimen, dan is er sowieso iemand die dat binnen nu en 2 jaar echt gaat claimen. En dan is 100% van je business weg. Dus de reden dat nu dus die omzet is weggevallen, heeft onze mensen en ons wel tot denken aangezet om hier te versneld op te innoveren. Dat is wel een leuk voorbeeld wat nu gaande is. Hoe kijk jij daarnaar, Patrick, als expert op business model innovatie? Ja, ik denk dat er zijn veel voorbeelden waar bedrijven dachten, hey, dan ga ik cannibaliseren op mijn core business en dat ga ik niet doen, die uiteindelijk zijn ingehaald.
Dus, en dat zijn de klassieke voorbeelden, zoals een Kodak, maar er zijn ook heel veel voorbeelden die we allemaal niet kennen. En dus één is, je moet dat zonder meer doen. Want je moet jezelf de vraag stellen, als ik nu die starter ben, hoe ga ik dat organiseren? En als je dan bijvoorbeeld hebt over die businessmodelverschuivingen, dan gaat het van een pijplijn naar een platform. Dus bijvoorbeeld het oude filiaal van een uitzendbureau, dat is een pijplijn. Heel inefficiënt, minder makkelijk kunnen matchen. Hey, als je dat platform doet, gaat het over matching. Over data weer. Ja, over een goede core interactie. Kan natuurlijk altijd beter, maar dat is een model. Dus uiteindelijk kun je erop wachten dat model zeg maar populairder gaat worden en dat het gaat vervangen. Alleen, punt is, je ziet ook nog wel dat bepaalde klanten ook een bepaalde service willen ontvangen. Dus het is niet zo, dat weten we ook, dat het ineens compleet heel snel die business gaat vervagen. Nee. Het is juist de kracht dat je vanuit Human Capital iemand hebt als Hugo die zegt, oké, dat gaan we gewoon doen vanuit de top. Want ik geloof dat het daar naartoe gaat. Dus wij gaan het stap voor stap ontwikkelen. Alleen het zou kunnen zijn dat je sommige mensen er helemaal geen zin in hebben, want dan zit je weer in die zekerheid. Dan moet je vooral dat model apart zetten en het laten lopen, laten werken en zijn eigen cliënten laten aantrekken. En op een gegeven moment zul je zien dat het zich gaat, gaat verschuiven. Dus je kunt het ook vergelijken met een voorbeeld als V&D versus Coolblue. V&D had heel veel vestigingen, kon het eigenlijk niet terug in deze tijd. Want die had een lineair model, die poestte alles op het schap en moest je dan maar kopen en leuk vinden. Je moest maar naar de winkel komen. Ja, en terwijl Pieter Zwart zei van, hey, ik vertrek vanuit digitaal. Alleen hij zegt, hey, het is nog steeds een percentage, die wil het product vasthouden, beetpakken en zeg maar ook fysiek kunnen afhalen. Dus dan is eigenlijk de balans is anders. Dus ik denk dat naar verwachting dat bij Young Capital dat die balans er gaat zijn. Alleen als Hugo niet met die app gaat komen, hij gaat dat niet organiseren, dan heb je een groot probleem. Wat zijn mogelijke valkuilen waar je nog op moet letten? Doe nog even gratis categoriecursus hier voor je. Dat is gratis advies. Nou, ik denk dat valkuilen is dat je te veel laat leiden door mensen die inderdaad zeggen dat gaat hem niet worden of nee, het is toch een bepaald vak. Want dat is echt het denken vanuit old school. En ik denk ook dat een valkuil is dat je inderdaad zegt, nee, het gaat kannibaliseren. Want je zult zien dat je misschien een andere klantgroep gaat aantrekken. Maar ook mensen die zeggen, ja, maar nu vind ik het wel lekker om die mensen wel te zien. Want voor deze beroep of deze situaties wil ik gewoon een fysieke afspraak hebben. Terwijl anderen zeggen, hey, ik vind het super makkelijk en dit kan digitaal. En ik denk een andere valkuil is dat je zo'n app 2 jaar laat ontstaan. Ik denk dat je nu geluk bij een ongeluk hebt dat het in 2 maanden kan. Ja. En er is nu ook bewijs dat klanten het ook willen adopteren en die zien daar de noodzaak van. Dus ik denk dat nu die versnelling wel kan plaatsvinden. Is er überhaupt een grotere trend gaande misschien dat zakelijke klanten, en misschien wel consumenten, maar nu even zakelijke klanten ook meer zelf willen doen, meer zelf grip willen hebben op zaken? Waar ze vroeger inderdaad dachten van, nou ja, we besteden het uit aan een expert. Dat we nu misschien wel denken van, nou, met al die technologie, ik kan het zelf ook wel. Workforce bij elkaar klikken? Nou, ik denk dat het wel 2 dingen zijn. Ik denk dat 1 is door die overvloed aan informatie en ook overvloed aan aanbod. Hè, want ik kan morgen ook een uitzendbureau beginnen. Dan, terwijl bijvoorbeeld voor sommige branches dat niet zo evident was, hè, dat je makkelijk kon starten. Mm-hmm. Maar nu heb je geen vestiging nodig. Dus wat wil ik daarmee zeggen? Is dat je. Dan ben ik het heel even kwijt. Vraag was. Of er een grotere, bredere trend is, dus dat eindklanten meer zelf in control willen zijn. Ja, dus 1 is door die overvloed van informatie wil je ook ontzorgd worden. Want dan vind je het fijn dat Hugo wel weet met al die AI wat er belangrijk is en dat hij het eigenlijk gewoon bij jou op een dienblad neer kan leggen. Alleen er zal ook een klantgroep zijn die zegt van, hey, ik vind het wel lekker, want als jij voor mij in mijn eigen omgeving een pool hebt van die uitzendkrachten en dat kan ik zelf managen en ik kan ze uitkiezen, dat vind ik fijn om te doen. Dus ik denk juist dat het gaat om die mix van die verschillende behoeften. Ben benieuwd of er wederom vragen zijn binnengekomen van jou, de kijker. Er zijn nogal wat vragen binnengekomen. Er wordt ook druk gewerkt aan de case. Ook heel interessant heel om te zien. Leuk. Ik heb een aantal praktische vragen. Van Geert is wel een leuke praktische vraag. Die vraagt, wat doet een doodskistenfabrikant die nu een stijgende afname heeft en nu weet dat er later ondersterfte volgt? Dus hoe bereid je voor nu piek en dan straks weer een dal? Wat een mooie vraag.
praktische vragen, daar houden we van. laten we de case even nemen. Je bent inderdaad een doodskistenfabrikant. Je moet nu even alle zeilen bijzetten. Maar je weet ook, je moet niet te veel doen, want anders zit ik straks met een... Je moet machines inkopen natuurlijk. Ja, die, dus, of het is zijn handgemaakte kisten, dat denk ik niet. Ja, het risico is dat je met een enorme voorraad blijft zitten. Die machines, aan de straatstenen die kwijt kan. Ja. Ja, dus niet iedereen weet dat ik uit een uitvaartfamilie kom, dus ik vind het wel een hele toepasselijke vraag. Ja, serieus. Dus misschien van een familielid. Ja, toen ik ging afstuderen, deed ik onderzoek bij de Meppeler grafkistenfabriek. Nee, je ziet dat, ik denk dat, nee, maar dat is wel typisch een voorbeeld waar je echt op moet letten wat je doet. Want je hebt een tijdelijke capaciteit en je kunt daarop wachten dat het een tijdelijke capaciteit is. Dus dat betekent, hoe kun je nu zeg maar op voorraad produceren? Want je weet wel dat dit nog even aan gaat komen. Alleen niet dat je een hele nieuwe fabriekshal erbij gaat zetten. Ja. Dus ik denk dat het daar zich in gaat vertalen. Misschien kan je wel nieuwe kisten bedenken die veel makkelijker te maken zijn. Ja, die zijn er ook wel hoor. Dus dat zijn zeg maar meer de kartonnen kisten. Ja, dus die zijn er wel. Je plakt er een labeltje ecologisch op en dat zijn die kisten. Your business. Ja. Hugo, jij nog een briljant idee? Nou ja, je zou zeggen als je voorraad wil aanleggen, want je moet natuurlijk snel schakelen. Ja. Je hoort dat waarschijnlijk 4-5 dagen voor een begrafenis. Dan, en dus je moet grote voorraad, en je blijft met die voorraad zitten. Ja, er zijn natuurlijk altijd delen in de wereld waar het sterftecijfer stijgt. Dus dan moet je toch echt naar de export gaan kijken. En daar inderdaad je in verdiepen. Dat lukt ook niet binnen een maand. Maar als je daar je in vastbijt en je hebt in een paar jaar andere afzetkanalen in het buitenland gevonden. Waar je dus ook naartoe kan distribueren. Ja, zo zou ik het dan doen. Maar het is ook niet echt mijn business. Het is weer lastig, want je hebt daar in Amerika heb je die hele grote, zware kisten. Dat is echt niet normaal. Mm-hmm. Daar is Pim Fortuyn bijvoorbeeld in begraven. En hier hebben we je heel eenvoudige, veel van, hè? Ja, en hier hebben we 6 eenvoudige planks. Kijk, wat je wel kan doen, misschien niet in deze uitzending, is dat je gewoon de overledene in het graf stopt en de kisten weer weghaalt. Of dat je de mensen laat cremeren en dat je de kist niet meeneemt. Wat uiteindelijk ook qua milieu veel vriendelijker is. Ja, mensen denken, ik heb voor een kist betaald, dus dan moet ik er ook... Ja, je kan natuurlijk inderdaad op die manier ook innoveren. Ja, hoe zorg je ervoor dat je je assets behoudt in plaats van... Tijdens de uitvaart wel een kist en tijdens de crematie dat wordt de kist gerecycled. Casket as a service. Ja, kijk, misschien heeft degene daar wat aan. Nog een... Ik vond het briljante ideeën, dus dank jullie wel daarvoor. Ja. Evelien. Ja, om het weer even op een hele andere boeg te gooien. Gaat de klassieke B2B sales in de maakindustrie met buitendienst, met leaseauto, veel persoonlijk klantcontact, beurzen, evenementen, gaat dat veranderen, vraagt Maarten Wijnen. En zo ja, hoe kunnen we deze mensen dan anders inzetten? Interessant. Even toekomstbeeld. Wat denken jullie? Want het is een beetje koffie te kijken. Ja, wij hebben heel veel B2B sales. We hebben een paar duizend klanten. We hebben ook een heel groot sales team. Wat je ziet is, dit is wel een wake-up call. Dus we zien, en ik zie het zelf ook, ik was nooit echt van een uur en een hangout dingen bespreken, maar het werkt wel. Zeker als je pagina deelt, je hebt nog wat slides, er zitten meerdere mensen in, de audio is goed, dus de technologie, daar hebben we nu met z'n allen voor gezorgd, dat werkt. Dus er gaat iets veranderen. Ik denk niet dat ik ook nog voor één afspraak even naar Maastricht ga rijden om daar met een relatie, dat we dat nu alle twee begrijpen, terwijl vroeger wilde die klant wel even dat je langskwam. Maar ik denk ook dat als we over een half jaar of een jaar weer in het oude vertrouwde, het gesjeeste, gewoon weer het super druk hebben, de agenda's vol zitten, dat je wel weer heel snel terugvalt op je oude gedrag. En daar betekent dus weer iedereen een leaseautootje. Dus daar ben ik ook wel een beetje bang voor. Ik hoop dat het gaat veranderen. Ik vrees het ook wel. Ik zie die wegen alweer vol lopen met die files. Ik vrees het ook. Ik denk dat de crisis, die is wel groot, maar... Ja, als het, ik weet het niet. Wat denk jij, Patrick? Ja, kijk, één is dat het gaat veranderen, daar duurt deze crisis nu lang genoeg voor. Alleen, wat ik ook interessant vind, jij zegt het op lange afstand. Maar bijvoorbeeld als ik in Amsterdam zit en ik denk, moet ik naar een andere klant? Stap ik in de auto? Moet ik daar langs een paaltje? Is er weer een parkeerplek niet gereserveerd? Dat is gedoe voor zo'n meeting die je eigenlijk hebt. Dat gaat sowieso veranderen. Ik denk ook wel dat er de noodzaak mensen inderdaad ook snappen dat je dat anders kunt gaan invullen. En dat soort grote evenementen, ik denk dat dat steeds minder gaat worden.
ik kan me niet voorstellen, ook al gaat het gedrag wel weer terugkomen. Ik denk mensen gaan zich echt twee keer over nadenken van, hey, moet ik daar wel naartoe? Moet ik daar die tijd voor vrijmaken? En moet ik dat gaan organiseren? We krijgen beter het besef dat tijd waardevol wordt. Ja. Is. Ja. Maar toch, zo'n hangout, het werkt. Maar als je echt in de sales een deal wil sluiten, en je wil een gunfactor creëren in de B2B sales. Hè? Ja. En je kijkt die mensen aan en je kan spiegelen. En alle trucken trek je uit de trucendoos om, om dat contract binnen te halen. Dat lukt niet via een call. Ja. Dus, eens, ja. Ja. We moesten een sessie in Stockholm faciliteren. Een offsite voor een executive team. En toen hadden we dat met die Microsoft Hubs gedaan. Dus we konden wel een goede experience neerzetten. Op een gegeven moment merkten we dat er gevoeligheid zat in dat team. Alleen ik kon nooit die mensen er echt op aanspreken. Terwijl als ik daar op locatie sta, dan weet ik of ik dat bij Hugo bijvoorbeeld kan flikken. En dat ik hem heel hard kan confronteren. Daar digitaal weet je dat lukt niet. Nee. Want je hebt toch een aantal zintuigen die ontbreken, waardoor je niet goed kan aanvoelen of Hugo het trekt. Of dat je ineens volledig de plank mislaat. Ja. Daar ben ik echt met je eens. Ja. Goeie, goed voorbeeld. Ja. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij er thuis naar kijkt. Denk je dat het straks allemaal weer teruggaat naar vroeger? Wegen weer vol, iedereen gaat weer volop naar grote evenementen of niet? Zet het even in de chat, daar komen we zo meteen op terug. Ik kan even kijken wat een beetje de tendens is. Ik wil even, want we lopen, we hebben nog 9 minuten. En ik heb een aantal keer voorbij horen komen scenario planning, rekening houden met mogelijk verschillende toekomstscenario's. En dat klinkt natuurlijk op papier heel simpel. Maar ik denk dat mensen die daar geen ervaring mee hebben, dat dat misschien toch wat abstract overkomt. Dus ik hoop ze een paar praktische tips te kunnen geven. Patrick, jij bent de heer en meester op dit speelveld. Wat zijn nou een paar kleine praktische stappen waar mensen mee kunnen beginnen om voor zichzelf toekomstscenario's uit te schrijven? Ja, meestal denken mensen er heel academisch over. En het komt omdat het vanuit Shell komt en het waren megalomane sessies en er werd heel veel tijd aan besteed. En alleen, in feite wat je moet realiseren is dat je voor jezelf alternatieve toekomstbeelden gaat creëren. En die hoeven niet waar te zijn. Mm-hmm. Alleen als je die wereld gaat verkennen, is het moeilijk om erin voor te stellen. Dus dan moet je voor jezelf afvragen, wat zijn nou onzekerheden naar de toekomst toe? Dus dan kun je denken, ja, maar nu is dat, hoe lang blijft die lockdown nog? Dat is een onzekerheid. Dus dat heeft te maken met wet en regelgeving wanneer het losgelaten wordt. Maar ook klantgedrag. En denk je, hey, als ik die nou heb, zet ik die af in 2 assen. Ja. Dus, en als ik die afzet, krijg ik ineens 4 werelden. 4 vlakken. En probeer dan in zo'n wereld te verplaatsen. Van, hey, dan heb je een wereld die wat altijd is zoals nu. Dus we mogen niet vrij bewegen. Je moet echt bizar denken ook. Hè? Ja, alleen dat is moeilijk. Want dan, bijvoorbeeld, wat we wel eens doen, is dat we dan een tv-programma maken. Of een radio-uitzending of een tv-uitzending. Waar het journaal voorbij komt die dat vertelt. Dus we hadden dat zeg maar voor een bedrijf gedaan. We hadden gezegd, hey, Alphabet, Google, die neemt de airport Eindhoven over in 2030. En ineens ging iedereen zitten, oh. Maar dan ga je ineens nadenken, oh, hoe ziet die wereld eruit? En als die wereld er zo uitziet, wat zijn dan mijn beperkingen? En dan, hoe gaat dat dan werken? Dus dan zie je dat, 1 is onzekere variabelen, zet je tegen elkaar af. Pak gewoon zo'n wereld, ga niet ruzie maken of die wereld wel is. Als je daar gaat verkennen, ga je ineens inzichten op doen dat je denkt, hey, dat is interessant, want wat betekent die wereld dat dan? En denken we dat het gaat gebeuren? Wat zou de goede variabelen zijn om nu naar te kijken? Ik denk dus die lockdown inderdaad, hoe lang dat nog duurt. Wat zijn andere goede variabelen om nu naar te kijken? Ja, ik denk dat zeg maar klantgedrag, en het heeft klantgedrag kan zijn in, gaan wij naar de evenementen, ja of nee? Gaan we winkels bezoeken, ja of nee? Gaan we geld geven uit, of, ja of nee? Horeca, gaan we weer naar de terrassen toe? Ja en dat gaat je helpen om die scenario's in beeld te krijgen. Alleen, wat je moet voorstellen is dat je 1 is, je gaat inzichten krijgen vanuit die scenario's, waardoor je ineens kan zeggen, oh shit, hey, moeten we niet gewoon zo'n app gaan ontwikkelen? En soms kan je niet verklaren waar het idee vandaan komt. Maar het komt omdat je jezelf openstelt en dat je wel daarover gaat spreken. En dan kun je ook vaststellen van, hey, als dat scenario ineens voorbij gaat komen, dat gaan jouw collega's op een gegeven moment herkennen. Met wat voor team moet je zo'n scenario maken? Wat zijn nou goede competenties om daarin te hebben? Want je kan het ook met je eentje doen, maar dan denk je misschien een beetje beperkt. Krijg je wat weinig mensen mee, hè? Ja. Nou, ik denk, of iedereen. Misschien best wel een klassieker, maar uiteindelijk, je moet durven om klanten uit te nodigen. Ja. Dus wat Hugo doet en dat lukt, dat zijn maar weinig die dat echt durven.
En daarnaast is het interessant om een brede afspiegeling te hebben van mensen die je daarbij in de organisatie kunnen helpen. Dus iemand die veel klantcontact heeft, iemand die echt IT van boven tot onder snapt, iemand die gewend is naar buiten te kijken. Maar bijvoorbeeld ook een externe die misschien van trends en zaken op de hoogte is. Mm-hmm. Dat maakt juist dat die strategische discussies interessant zijn. Wat je dan ook kunt doen, is dat je zo'n workshop format met een klein team eerst kunt doen. En daarna laat je dat op meerdere plekken in de organisatie plaatsvinden. Want laat iedereen er maar eens over nadenken. Want dan krijg je ook uiteindelijk veel meer een soort savvy team die zegt van, hé, wacht even, voordat Hugo het bedacht heeft, komen ze zelf ook met ideeën. Ik ben wel eigenlijk wel benieuwd hoe mensen hebben gereageerd op de vraag waar het naartoe gaat in de toekomst. Wat is een beetje de tendens, Evelien? Qua evenementen zijn er mensen die hopen van wel, maar de verwachtingen inmiddels wel hebben bijgesteld. Maar er zijn toch wel een aantal mensen die zeggen, ja, uiteindelijk zal het waarschijnlijk wel terug naar het oude gaan, want mensen zijn toch groepsdieren. Ze vinden het toch leuk om met elkaar samen dingen te doen. Mooi. Dus voorzichtig positief. Voorzichtig positief. De laatste 5 minuten wil ik graag besteden aan de toekomst inderdaad. Aan waar gaat het naartoe en hoe reageren jullie daarop? Je hebt het net al gezegd, je bent bezig met nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Wat is jouw hoop voor de toekomst? En ben je positief gesteld over de kansen die er nu zijn? Ja, zeker. Je ziet nu dat nu Nederland van het slot gaat, vindt er wel meer bedrijvigheid plaats, hè? Kijk, de toekomst van ons bedrijf, we hebben gelukkig ook niet alleen onze uitzendtak. Dus we hebben ook nog Jobbird, waar we dus, dat is eigenlijk de zoekmachine voor banen. We hebben onze opleidingstak en langzaam maar zeker zien wij lichtherstel op al die onderdelen. Dus ja, eigenlijk onze scenario planning die is al afgerond. Het bedrijf en het managementteam weet van als dit gebeurt in dit tempo, dan ja, is dit de uitkomst. Of gaan we dat doen? Dus voor wij zijn rustig, wij zijn in control. Niemand kan voorspellen hoe snel nu zo'n vaccin komt. Ik hoop wat ze zeggen binnen een jaar. Ja, het kan ook sneller, kan ook langer duren. Ik ben wel gerustgesteld, absoluut. Maak me geen zorgen. Hoe is het met jou, Patrick? Want je hebt ook jouw bedrijf is actief in allerlei werelddelen. Ja. Zie je daar ook nog verschil in hoe er in misschien een licht herstel of juist krimp van de markten nog? We hadden in Amerika iets andere type dienstverlening. Dus dat was meer voorzien op echt grote evenementen en bijeenkomsten. Dus dat viel gelijk weg. Wat wij nu zien is dat we een digitale versnelling maken. Want ik denk dat waar het op neerkomt is dat we bijvoorbeeld nemen het bedrijf van Hugo. Het wordt nu dus super cruciaal dat jij digitaal kunt innoveren. Dus wat betekent dat dan? Dat je nu een workshop kunt organiseren, dat kan online, zonder weken voorbereidingstijd of agendas op elkaar afstemmen. Nee, dat kan zeg maar nu digitaal. Je hebt dan zeg maar contact met je klanten, waardoor je binnen een app zeg maar die informatie kunt ophalen, met video, met beelden, nagenoeg online, zodat je daar de digitale versnelling in kunt doen. Dus we zagen al wel dat bedrijven bijvoorbeeld steeds meer de vraag stelden van, hey, kunnen jullie helpen versnellen om dat proces, omdat jullie dat vaker doen. Alleen nu zie je, als je het echt digitaal kunt, dan kun je dus in 2 weken een compleet nieuw concept neer gaan zetten. Dus ik verwacht dat het daar veel meer naartoe gaat. We hebben nog iets minder dan 2 minuten. Ik denk dat het tijd wordt voor de juryronde. Even, jij mag de grote eer om een aantal ideeën die mensen hebben gegeven over een vernieuwend businessmodel voor de reisbranche die met de huidige realiteit hyper succesvol kan worden, te pitchen namens de kijker en aan jullie de grote eer om uiteindelijk een winnaar eruit te kiezen. Ga ik doen. Ik heb ongeveer 5 hoofdrichtingen kunnen onderscheiden. De eerste hoofdrichting die veel binnenkwam is, we gaan het met VR. Gaan we het gewoon naspelen met, we gaan de hele beleving maken met geuren, met AR. Dus daar zitten heel veel mensen op met gewoon een virtual reality lekker vakantie. Thuis. Ja, lekker thuis. Met de hele familie, brillen op. Hoor je weinig over trouwens, hè, VR nu. We hebben net een artikel op Sprout erover geschreven. Oh, oké. Okay. De tweede richting, vind ik ook een hele originele richting, is een spaarplan eigenlijk. Of één iemand noemt het ook reizen as a service, net als software as a service. Dus je neemt eigenlijk
Even kijken hoor, je betaalt een vast of klein bedrag per maand en dan krijg je één keer per jaar of per periode, per kwartaal, iets dergelijks, wordt er iets voor jou bedacht. Dus dat is ook erg leuk. En ook mensen die zeggen... Surprise-me-achtig. Dan met sparen. Dus jij, er zijn ook mensen die zeggen, je kunt dat nu dit jaar doen, zodat je volgend jaar gratis kan, bij wijze van spreken. Slim. Ja, een reizen wordt misschien ook wat duurder, hè? Met zeker. Dat is ook wel verwachtingen. Dus dat is richting 2. Richting 3 is de staycation box. Of gewoon het hele box-idee, want dat is van Marieke. En Marieke heeft 2 pakketten die ze je kan aanbieden. De staycation box, om alles uit je tijd thuis te halen. Maar ook bijvoorbeeld een belevingspakket. Ze doen maar wat, schud ze zo uit de mouw. In 8 dagen rond de wereld met een smulpakket of iets dergelijks. Ik moet zeggen, alleen de naam vind ik al briljant. Met eten. Ja, ik vond het ook sterk. Ja. Eten is altijd goed. Dus dat is richting 3. Even kijken hoor. Ik heb nog mensen die... de schoonheid van Nederland wel heel erg inzien. Daar heb ik ook 2 richtingen in. Je kunt, zegt iemand, een platform maken waar mensen hun tuin kunnen opgeven als kampeerplek. Heel leuk. Kun jij je tent opzetten in een mooie tuin van iemand anders. En je leert ondertussen ook wat mensen kennen. Dus ook heel sociaal. En er is iemand anders die zegt, ja, waarom niet vanaf het water? Als je dat nou met kajuitboten doet en we doen wat mooie aanlegplekken, dan kan iedereen heel veilig toch even zijn huis uit. Ook erg leuk. En de laatste is nog... het naspelen met acteurs. Dus gewoon in een vakantiehuis. Jij zegt, waar wil je naartoe? Mexico is goed. Op anderhalve meter. Ja, je mind is op de gek houden gewoon. Ja, dus niks VR, maar gewoon met holidays. Echte acteurs. Nou ja, die zitten natuurlijk ook om werk verlegen nu. Dus die zitten wel werk verlegen. Ja. Dus, heren, welke... Nou, jij mag eerst, Patrick. Wat ik heel interessant vind, zoals jij dit presenteert, is... dit is zo'n project... En dan komt dit voorbij en moeten wij een keus maken als management. Ja. En dan degene die jij kiest, waar je verliefd op wordt, gaat het nooit worden. Want ineens komt een klant met zo'n model dat je denkt, nee. Omdat je klant vraagt, komt iets anders uit. Dus we moeten ons van bewust zijn dat degene die wij leuk vinden, niet waarschijnlijk het meest succesvol gaat zijn. Nee, precies. Maar welke is het meest out of the box? Wie verdient het boek? Ja, ik vind die acteurs wel echt, die vind ik wel echt out of the box. Hugo? Ze gaat hem helemaal naspelen. Ja. Gewoon thuis. Thuis, Mexico. Ja, ik ga mee. Met eten erbij en elke dag de kleding aan die in dat land, muziek. Ik heb er wel iets over gelezen in het FD volgens mij. Dat iemand inderdaad ook zo'n wereldmaaltijden... We hebben een winnaar. Evelien, misschien kan jij zorgen dat of degene wie zich herkent, stuur even een mailtje. Doe maar naar mij, remy@mt.nl, remy met y, met je adres. En ik zorg dat ik hem volgende week naar je toestuur. We zijn... over de tijd heen. Ik wil jou ontzettend bedanken voor het kijken naar een geweldig nieuw webinar van Young Capital in samenwerking met MT en Sprout. Hugo, bedankt voor je tijd. Leuk dat je het hebt gedeeld en veel succes met de nieuwe plannen. Patrick, geweldig bedankt voor je inzichten wederom. Over 2 weken zijn we bij je terug op donderdag met de CEO van Young Capital, Ineke Kooistra. Dan gaan we het hebben over leiderschap, in persoonlijk leiderschap in crisistijd. Dus ik hoop je dan weer te zien. Fijne dag!